het Dordrechts Museum. Dat ligt natuurlijk in Dordrecht, dus daarom ben ik ook hier. En waarom ik hier ben, ik ga gewoon een kleine aanpassing doen hier in het museum. Ja, is gewoon zin in. Hi. Tim. Ik ben Ramon. Aangenaam. Hoe ben jij eigenlijk betrokken geraakt bij dit hele project? Ja, wij zijn uitgenodigd om mee te werken aan een documentaire. Dat gaat over bouwnijverheid en hoe wij mensen kunnen enthousiasmeren om in de bouw te komen. Ja, want ik vraag me gewoon af, hoe kan het nou dat zo weinig mensen zien hoe leuk de bouw is? Ja, dat heeft denk ik te maken met verschilligheid van mensen. Tegenwoordig denken mensen dat de salarissen laag liggen. En je kan bij ons ook, zeker in de bouw, je kan doorgroeien, je kan alle kanten op. Dus het is heel divers. Ja, want er zit ook een heel creatief aspect bij. Het is niet alleen maar, dit moet gemaakt worden, hier zijn de plannen en ik ga het bouwen. Je hebt ook eigen inbreng veel. Je kan beginnen op kantoor, je kan in de architectuur, je kan meehelpen ontwerpen. Maar vervolgens ook de bouw zelf in. Ja. Het fysiek maken van dingen. Dat moet mensen gewoon aantrekken. Dat is ontzettend leuk om te doen. Hier is onze schilderafdeling bezig met het renoveren van wanden. Het schilderen van wanden eigenlijk. Ja. Die krijgen allemaal een ander kleurtje. Uh-huh. En zoals je ziet zijn we druk bezig. Hebben ze nog iemand nodig misschien? Nou ja, ik denk dat jij de uitgelezen persoon bent om een handje bij te geven. Dat denk ik ook, want ik ben zo handig en in heel veel dingen. Nou, dat willen we graag zien. Ja, nou, ik zie je zo. Ja, nou, succes. Dankjewel. Tim. Goeiedag, Santi. Ik ben van straf hier naartoe gestuurd, ik moet jou helpen. Oké, nou let's go. Welke kleur moet het worden? Een beetje blauwig. Beetje blauwig? Blauw. Oké. Ja, toch? En dit heet sausen dan, toch? Sausen, ja. Ja. En wat doet het voor de muur? Ja, het geeft kleur. Hé, hey, dat is goed. Nou, ja, dat moeten we doen. Zal ik dit aanhouden of heb jij een... Ja, ik zou even wat anders aantrekken als ik jou was. Wat dan? Een schilderspakje of iets. Heb je dat bij? Ja, tuurlijk. Serieus? Ja. Nou. Is goed? Ja? Ja, het staat je wel. Zullen we beginnen? Ja, let's go. Even kijken, maak hem. Ja, jij weet het. Wat wil je doen? Wil je het inrollen of wil je de randjes maken? Sausen vond ik echt leuk klinken. Dus dat wil ik hem doen. Oké, dan ga ik je rondjes doen. Oké. Okay. Mag jij even een rol? Dat is deze toch? Ja, dat is een grote rol. Nee, rug naar boven en naar beneden. Oh, fuck, sorry. Ja, rol aan de zon vaststellen. Oh zo? Juist, zo. Kijk. En dikke. Bij constructie kun je nog andere dingen doen. Dan ja. Schilderen. Jawel. Onze collega Jasper staat bezig met timmerwerk. Dus oh, ja. Dan kun je ook nog even kijken. Ja, je moet even kijken. Goed? Nee, leuk. Ja? Ja, dankjewel. Oké, okay, goed. Mooie outfit. Netjes uit, ja. Hoi. Jasper. Tim. Ja, jij bent bezig, zie ik. Ja. Kun je hulp gebruiken van een pro? Dan ga ik even iemand halen. Ja? Ik denk dat we wel een pro voor jou kunnen maken. Wat ben je aan het doen? We zijn een koofje aan het maken. Voor een om een kunstwerk op te zetten. Oké. Okay. Dan gaan we schilderen dadelijk afwerken. Oké, okay, dat is goed. Dus we kunnen nog maken een vierkant. We hebben hier nog twee planken die gaan we erop schroeven. Oké, kan ik iets doen? Ja, ik denk voorboren. Voorboren? Niet in de vloer boren. Nee, dat is geen goed idee. Ja. Super, teken hem af. En dan erop. Dan mag je op het lijntje maar een gaatje boren. Om de 20 centimeter. Oké, okay, helemaal over de lengte. Ja. Ja, nee, 20 centimeter uit elkaar ongeveer. Oké. Okay. Je hebt een duister. Oh, of, ja. Ik dacht dat je dit durf op gevoel. Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, hoe lang doe je dit werk al? 15 jaar zo'n beetje. 15? Ja. Holy shit.
Ik ben op mijn 16e begonnen. Ja. Vanaf de LTS. En dan werken leren. 4 dagen in de week werken voor mijn baasje. En dan 1 dag in de week naar school. En dat duurt dan 2 jaar. Ja. En dan kan je daarna weer door met een vervolgopleiding. Alleen dat is dan 's avonds. En dan moet je op dinsdagavond en donderdagavond naar school. En hoe vond je dat om te doen? Ja, niet zo leuk. School is nooit leuk. Nee. Maar ja, papier heb je nodig om door te kunnen groeien. Dat natuurlijk wel. Ja. En hoe lang werk je al voor dit bedrijf? Een jaar of twee nu. Een jaar of twee? Ja. Okay. Er zijn dan heel veel dingen, hè? Ja. Geloof ik ook, misschien ook veel met verf en zo. Ja, schilderen, heel veel renovatie. En wil je dan ook doorstromen? Of? Nou ja, de kansen zijn er wel om door te groeien binnen dit bedrijf. Zowel als naar uitvoerder of calculator. Of, als je wil is er wel een weg, daar staan ze heel, heel graag voor open. Ja. Mensen toch moeilijk te vinden zijn. Ja, raar is dat, hè? Er zijn heel veel jongeren eigenlijk die gewoon die ze niet kunnen bereiken, zeg maar. Ja, ja. En het is toch, er is heel veel werk in. Ja. Tot de tijd. Pas schroeven? Ja. Met dezelfde aan de deze, om te schroeven. Ik denk dat je type geboorte. Denk het ook, hè? Of niet? Ja. Ben je echt zo makkelijk in? Dat slaat echt nergens. Als we stoppen met filmen, wij zijn hier aan het werk. Ja. Dat is echt super ongemakkelijk. Wij zijn hier gewoon een kastje aan het maken en jij bent zo'n draai. Ik vind het niet fijn. Nee. Ik ben niet gewoon weg. Ik vind het echt raar. Ja. Serieus. Oh. Wil jij erin doen? Durf je niet meer. Nee. Wat vind jij het leukste aan het werk? Ja, dat je iets maakt. Op veel plaatsen komt. Dat je vrijheid hebt. Ja, je hebt toch je eigen busje en dan ja. Je ochtends spulletjes halen en dan aan de slag. Ja. En dan daarna zou je 's middags voorbereiden voor de volgende dag. Ja. Ben je weer lekker aan het werk dan. Zijn het wel lange dagen die je hebt? Of? Ja, uiteindelijk wel. Je moet toch proberen om 7 uur op je werk te zijn. Ja. De ene keer zit je dichterbij als de andere keer. Ja. En dan moet je soms 1 uur rijden, soms 1,5 uur. Ja. Dat is wel pittig. Ja, ja. Goed, wat hoort wat. En de bus kun je natuurlijk wel 1,5 uur lang gaan zingen. Ja, zingen, meezingen. Toch? Ja. Laat mij gaan, weet je wel. De Viva lezen. Even kijken. Lezen nog vast en dan verven. En dan geven we het aan iemand anders. Ja, dan geef ik het wel aan de schilder. Oh ja, dat is goed. Ik heb bedankt, verven. Tim. Dankjewel, hè. Later. Succes nog. Wat vind je het allerleukste aan je werk? Het is een beetje een cliché vraag, maar wat is nou een ding waarvan je zegt van dit? Ja. Vind ik toch wel het werken met mensen als team. Ja. Je moet het echt met elkaar doen, alleen maak je het niet. Hè. Mensen, zeker in ons vakgebied, dat is wat het waard is. Ja. Je moet het met elkaar doen en met elkaar tot een eindstreep brengen. Ja. En dan ben je er ook echt trots op als team. Nou, dank voor het gesprek, man. Leuk. Ja. Tim, dankjewel. Dankjewel. En dus als je dus thuis daar zit te wachten, waarom zit je überhaupt te wachten en waarom zit je? Ga staan, ga iets doen. Kijk even hiernaar. Deze tijd en misschien zit er iets bij voor jou. Later. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.